De Arnhemse gemeenteraad sprak woensdagavond over het advies voor de Arnhemse coalitiebreuk. Opgesteld door verkenners Jan Markink en Rutger Grootwassink. Zij legden uit waarom lijmen in hun ogen de beste optie is. Wij spraken met Grootwassink en raadslid Talib Aydemir. Vandaag, meneer Wassink, eigenlijk een afsluiting van uw periode als verkenner ook, met debat in de Arnhemse gemeenteraad. Misschien zo eens even terugkijken. Kunnen ze nog een moment herinneren dat u voor deze rol gevraagd werd? Ik werd gebeld en gepolst of ik samen met Jan Markink deze klus op me wilde nemen. En ik vond het belangrijk, omdat Arnhem een stad is. Ik ken Arnhem ook wel. En ik vond het belangrijk om hieraan te kunnen bijdragen. Dus ik heb ja gezegd en snel contact met Jan opgenomen om te kijken hoe we hiermee aan de slag konden. U wist een beetje waar u aan begon. Wat was dat beeld wat u had voor u al die gesprekken ging voeren? Kijk, Arnhem is een grote stad, een belangrijke stad, maar ook wel met in de cultuur, in de bestuurscultuur wel eens wat knelpunten. En dat leek nu ook weer naar voren te komen, in ieder geval uit de eerste gesprekken die ik gevoerd heb bleek dat. Is dat dan toch iets bijzonders, die cultuur die zo in Arnhem bestaat? Ja, dat vind ik op zich moeilijk te zeggen, want ik kan niet alle gemeenten vergelijken. Maar ik denk wel dat er in Arnhem een al wat langere bestuurscultuur is die niet optimaal is. Waar samenwerking niet altijd helemaal centraal staat. En ik denk dat dat hier dus al wel enige tijd speelt. En dat dat wat ons betreft ook iets is wat doorbroken moet worden. Komt het zo dat het in het DNA bijna lijkt te zitten van de Arnhemse politiek? Nou, dat is moeilijk te zeggen en dat is ook eigenlijk altijd heel complex, hè, om daar nou precies naar te wijzen waar dat nou precies door komt. Wat je natuurlijk wel ziet is dat er bepaalde patronen zijn die dan ook op een gegeven moment ingesleten raken. En klaarblijkelijk is er dus ook onvoldoende vermogen ook in een raad om die patronen te doorbreken. En ik denk dat het heel belangrijk is en ons advies ging natuurlijk heel erg naar de coalitiepartijen of de voormalige coalitiepartijen. Maar we geven eigenlijk ook een advies aan de hele raad. Doe nou met elkaar een poging om tot een andere cultuur te komen waarin samenwerking en een constructieve opbouwende houding centraal staat. En dat is iets wat ons betreft de hele raad zich zou moeten aantrekken. Hoe is het uiteindelijk zo ervaren? Wat uiteindelijk zegt u ook van het licht zit hem vooral in de relatie, hè, is uw conclusie. Dat dan is waar een stadsbestuur op kan klappen. Dat feit, hè, dat kennelijk dat mensen niet zo goed kunnen met elkaar. Nou, dat verbaast me niet. Kijk, politiek gaat over inhoud, maar politiek gaat uiteindelijk ook altijd over hoe is je verhouding met een ander? Gun je elkaar iets en ben je bereid om in gezamenlijkheid of solidariteit te zoeken naar een oplossing? En daar zitten dus basale voorwaarden aan hoe de relatie moet zijn. U zegt wel van neem je verantwoordelijkheid, hè? Dat zijn wat belangrijke dingen die u zegt. Dat is dus niet gebeurd kennelijk in de afgelopen periode. Nou, onvoldoende. En dat is niet naar één iemand of één partij. Maar dat is iets wat eigenlijk de hele raad zich moet aantrekken. En soms is ook zoiets nodig. Hè? Voor Arnhem, voor Arnhemmers, is het echt belangrijk dat hier een punt achter wordt gezet. Dat wordt gewerkt aan een constructief bestuur. Zo'n moment kan soms nodig zijn. Je zou ook kunnen zeggen, dat moment was er eigenlijk ook al anderhalf jaar geleden met het rapport Frisse. Ja, dat heeft je eigenlijk een beetje dunnetjes overgedaan met de conclusie. Waarom nu dan wel? Nee, maar er zit natuurlijk een continuïteit die wij ook nadrukkelijk zien tussen dat rapport. Maar er zijn ook weer raadsverkiezingen geweest. Een gedeelte van de raad is vernieuwd. Er is een andere samenstelling gekomen van een coalitie. Dat zijn toch ook altijd factoren die dan weer van invloed zijn. En ik denk dat er inderdaad partijen en misschien individuen nemen een last mee uit het verleden. Maar er moet wel een keer een streep onder worden gezet. Er is afgelopen maanden een hoop gesprekken gevoerd. Heb je ook aangegeven met de coalitie, met de burgemeester, met het college. Soms meerdere malen in bepaalde samenstellingen. Wat gevoel heeft u daar nou uiteindelijk bij overgehouden, zeg maar, om daar eens een inkijkje te hebben in toch de hele cultuur van Arnhem? Nou, ik denk dat we dat wel geschetst hebben. Dat we dus in die zin wel patronen in de cultuur zien waar wij van denken dat die niet per se helpen bij een gezonde samenwerkingscultuur. Maar ik ben heel blij om vanavond te constateren dat eigenlijk alle partijen die het betreft ook zeggen dat ze echt wel ook zelf snakken naar die verandering. En dat ze ook bereid zijn naar zichzelf te kijken en met elkaar te zoeken naar die nieuwe omgangsvormen. Ik denk dat dat een grote winst is. Ik denk dat Jan Markink en ik tevreden kunnen zijn dat partijen zo eigenlijk allemaal ons advies omarmen en daarmee aan de slag willen gaan. Ja. Gaat er vanuit over een paar maanden dat we een keurig gelijmd college of een keurig gelijmde coalitie weer opnieuw hebben? Ik hoop het, omdat ik denk dat dat voor Arnhem en voor Arnhemmers het allerbeste is. U heeft uw excuses aangeboden omdat u een beetje zich schaamt voor de stad. Nee, wij schamen ons niet voor de stad, maar wij betreuren de situatie. Er is nu een coalitiebreuk ontstaan. En niemand, maar dan ook niemand, heeft sorry gezegd of zijn excuus aangeboden. En dan is het aan ons om richting de inwoners van de stad aan te geven dat wij dit te belangrijk vinden. Dat wij het vervelend vinden dat bepaalde zaken niet afgehandeld worden
omdat er een coalitiebreuk is ontstaan. Wij zeggen daarom wel sorry. En ik hoop dat de rest dat ook doet, maar dat moet de tijd uitwijzen. Er is kritiek nog steeds over de omgang met elkaar. Hoe zou u de toon en de manier van debatteren hier omschrijven? Nou, op zich ging het vandaag goed. Ze hebben elkaar de afgelopen weken, denk ik, goed gesproken. Afspraken gemaakt. Als het zo gaat, zoals vandaag, dan ben ik blij dat de stad erop vooruit is gegaan. Want men viel elkaar niet aan. Men hield zich netjes aan de regels. En op een ordentelijke manier hebben wij alle punten kunnen maken. Zonder dat het echt agressief werd. U had het erover in impasse? Ja, ik had het daar niet over. Dat was het advies van de verkenners. Dat er een impasse was en dat het een en ander binnen de coalitie niet meer houdbaar was. Dus ik heb de dikke vandalen erbij gepakt. En impasse, dat betekent dan dat je een moeilijke situatie, dat je daar dus niet uit kunt komen. En dat botst dan met het advies van de verkenners. En dat heb ik gecommuniceerd van, begrijp ik het niet of ligt dat aan jullie? En daar hebben zij dan weer op een aparte manier op gereageerd. Is er nu een beetje secondenlijm nodig om te lijmen? Ik weet dus niet wat men nog steeds bedoelt met een lijmpoging. Want alle vragen daarover, ze hebben ingestudeerd om die vragen op een andere manier te beantwoorden. Maar als het secondenlijm is en we hebben volgende week weer een probleem, dan heeft de lijmpoging dus niet geholpen. U bent vandaag weer beëdigd. Wat wilt u gaan doen voor de stad en wat voor dingen spelen waar u zich mee bezig wil gaan houden? Nou, er zijn wat belangrijke punten in de stad in zaken parkeergelegenheid of bereikbaarheid van de stad waar nog steeds een probleem voor is. Is vanuit Schuitschaven naar Prinsenkade, om maar iets te noemen met de bus. Als je geen pas hebt en je hebt geen pinpas bij je, een OV-pas, dan betaal je €8,80 voor heen en weer. Als je in de binnenstad van Arnhem wil parkeren, dan betaal je €3. En de bewoners en ondernemers aan de Spijkerlaan, die klagen over omzetverlies en overlast vanwege groot onderhoud daar. Want de bewoner, die moet natuurlijk wel gehoord worden, de inwoner in de stad. En die hebben echt geen baat bij een college of een coalitiepartij die niet kan communiceren met een andere coalitiepartij. Wij moeten gewoon punten oppakken. Hoe gaat het nu verder met de raad? Nemen jullie de adviezen ter harte van de verkenners? Ja, het is niet aan ons. Wij nemen dat serieus. Wij danken de heren. Maar het is aan de verantwoordelijke actoren om hier wat mee te doen. Als zij datgene aan advies serieus nemen, gaan ze met elkaar op een constructieve manier aan tafel om dingen te bespreken. En ik neem aan dat ze excuus aanbieden voor datgene wat ze hebben gedaan. En als ze samen uitkomen, dan zien wij dat vanzelf wel. Kunt u nog wel soep eten bij u thuis, bij uw vrouw? Jawel, ik wel. Want als ik iets heb gezegd of ik heb ongewenst gedrag vertoond, en dan bespreken we dat en dan zeg ik sorry. En dan krijg ik weer soep op tafel. Want als ik dat niet doe en ik zeg geen sorry of ik neem geen excuus, dan heb ik een paar dagen geen warme soep thuis. En dat was mijn startzin om dat als advies mee te geven aan de fractievoorzitters die problemen hebben met elkaar. Gaan jullie nog sorry zeggen of neem je afstand van hetgene wat je hebt gedaan?